de nieuwe weekreading en deze week staat een teken van zorgen voor je eigen emoties en gevoelens. En dit heeft wel een link te maken, of heeft wel een link met anderen, heeft wel te maken met anderen. Het heeft met name mee te maken dat we nog wel eens hopen en willen dat anderen, en met name onze dierbaren, ons echt begrijpen. Ons doorzien als het ware op een hele fijne en positieve manier. En soms hebben we dan ook wel eens de neiging om daar zo in vast te lopen, soms zelfs onbewust, dat we eigenlijk willen dat zij ons iets geven. Dat zij ons bijvoorbeeld goedkeuring geven of bevestiging geven. Zeggen dat we goed bezig zijn. Bevestigen dat we niet gek zijn, dat we zoveel voelen of dat er zoveel in ons omgaat. Of dat we op een bepaalde manier tegen een situatie aankijken. En soms hebben we ook een beetje geruststelling nodig. En natuurlijk is het logisch dat je dat ook nodig hebt van de mensen die je dierbaar zijn, de mensen om je heen. En het is ook logisch dat je dat wilt ontvangen, dat mag ook. Alleen dit is ook gekoppeld aan hoe jij voor jezelf zorgt. Als jij best wel kattig doet tegen je eigen emoties en daar geen ruimte voor maakt en daar niet voor zorgt, dan kan het heel goed zijn dat je nog afhankelijker wordt, nog meer op zoek bent naar die bevestiging van de ander, nog meer op zoek bent naar die geruststelling van de ander. Dus als je daar stiekem heel erg op zit te hopen, misschien zelfs onbewust, en dat je je nu er bewust van wordt, dan is dat eigenlijk ook een signaal dat jij beter voor je eigen emoties mag zorgen. Dan is dat een signaal dat jij meer tijd en ruimte mag maken voor de gevoelens die je hebt. En dat je eens mag onderzoeken wat die van jou nodig hebben. Want je hebt ook echt iets van jezelf nodig. Je hebt aandacht van jezelf nodig. Je hebt geruststelling van jezelf nodig. Je hebt liefde van jezelf nodig. En dat begint al met hoe jij bewust tegen jezelf praat in je gedachtes. Dus als jij bewust gedachtes gaat creëren die dat aan jou geven, dan is dat al een hele fijne eerste stap. Ben je er nog niet, dat weet ik. Het kan ook even heel onwennig voelen, dat klopt. Maar dat is een eerste stap om jezelf meer te geven. En het tweede is ook daadwerkelijk tijd voor jezelf vrij te maken om te voelen. Waarbij je gevoelens niet geparkeerd hoeft te zijn. Waarbij je niet je hoeft aan te passen aan het gezinnetje, aan alles wat je moet doen. Wat je normaal heel liefdevol en goed doet natuurlijk. Maar daar kan je wel overprikkeld van raken. En daardoor kan je jezelf wel een stukje kwijtraken. Dus dat zul je ook nodig hebben en volgende week eigenlijk ook nog een stukje. En het heeft er alles mee te maken dat zondag de nieuwe maan weer aanwezig is. En die staat hier ook voor zorgen voor je eigen emoties. Dus die creëert een heel groot gedeelte van de flow waar we nu in zitten. De grootste valkuil is kattig doen tegen jezelf. En met name je emoties heel erg proberen te parkeren en te onderdrukken deze week. Want dat zal gewoon minder goed lukken met de energie waar we nu in zitten. De steen die je het allerbeste bij kan helpen is de Amazoniet, want deze steen die helpt je met name bij heftige emoties ook, die goed te verwerken, die op een rustige en liefdevolle manier een plekje te geven en dus ook goed voor jezelf te zorgen in dit verhaal. Dat gezegd hebbende wens ik je ook voor nu een hele fijne dag en eventueel een hele fijne week toe.